De COVID-besmettingen in de maand september tonen een stijgende trend. De COVID-19-website toonde gisteravond een positieve graad van meer dan 51%. Voor de maand september staat het sterftecijfer op 17 personen, waarvan 3 gisteren zijn overleden. Verder zijn 320 nieuwe besmettingen genoteerd en zijn 200 personen genezen verklaard. Bij de swap-unit zijn er 616 personen geweest, waarvan 320 positief zijn en 296 negatief. Dit positieve cijfer is gelijk aan een percentage van ruim 52%. Dit is het hoogste reproductiegetal van 1,51 sinds 31 augustus. Tot en met gisteren zijn er in totaal meer dan 30.000 personen positief getest, waarvan bijkans 25.000 personen genezen zijn verklaard. Jammer genoeg zijn er totaal 739 personen overleden aan dit besmettelijke virus. Tot op heden zijn er meer dan 350.000 personen in Suriname gevaccineerd, waarvan meer dan 145.000 personen volledig zijn gevaccineerd. Dit meldt de website laatjevaccineren.sr.